Hengs, hoe is het met de vuurwerkverkoop op dit moment? Ja, verbazingwekkend goed eigenlijk. Het hobbelt goed door. We wisten niet zo heel goed wat we moesten verwachten aan het begin van dit hele verhaal. Want ja, zijn de mensen wel geïnteresseerd in het categorie 1 spul? Of is dat toch te klein allemaal? Maar nee, het is eigenlijk niet aan te slepen letterlijk. Dus het gaat hartstikke goed. Ja, ja want eigenlijk is het zo dat mensen denken dat vuurwerk helemaal niet meer mag. Behalve karbiet. Hoe zit dat? Nou, het grote vuurwerk mag dan dus niet meer. Dus dat wil zeggen het siervuurwerk en dus de cakes en de cakeboxen voor de kenners. De rotjes waren en de ratenbanden waren sowieso overbodig sinds dit jaar en de vuurpijlen. Dus dat kon sowieso niet meer. Maar er blijft genoeg klein spul over. Door de afgelopen jaren heen is dankzij de Europese wetgeving is categorie 1. Dat is heel uitgebreid geworden. En daar is eigenlijk best veel in te krijgen en te vinden. Dus praten we over wondertolletjes, knetterballen, fluitertjes, confetti dingen, fonteinen, dat soort dingen allemaal. Als mensen nu met een volle tas naar huis toe gaan, dan is dat €25. En voorheen was natuurlijk een sierpot was ook €25. Dus ja, ook een categorie 1 spul is echt wel aan eisen verbonden. Onder andere kilo's in de winkel en dat soort zaken. Nou, omdat wij groot vuurwerk verkopen, of in ieder geval in huis hebben, zitten we gezien de wetgeving nog verbonden aan een heleboel andere dingen. Kijk, bij een supermarkt mag het in de stellingen hangen, zonder sprinklers en zonder gedoe. Maar ja, die hebben geen zwaar vuurwerk in huis. Nou, dat hebben wij eigenlijk het hele jaar door wel. Maar het mag niet verkocht worden. Het mag niet verkocht worden, nee. Maar we hebben het wel in huis. Met als gevolg dat wij dus aan een heleboel strengere eisen toch, ook al is het categorie 1 spul, moeten voldoen. Ja. Bijvoorbeeld zodat het hier achter glas ligt. Bij een supermarkt pakt u het uit de stelling. Ja, dat mogen wij dus onder andere niet. We zijn bezig met een complete routeplan dat mensen gewoon op veilige afstand toch kunnen inkopen en dergelijke. Ja, en heel veel. Ik ga niet uit van een verruiming dat we straks weer met 50 man in de winkel mogen staan hier. Dus dat gaat er niet aankomen. Het zou dit jaar eigenlijk alleen maar vervelender en rommeliger worden. Omdat er gewoon ontzettend veel uit het buitenland gehaald wordt. Vooral hier in de grensstreken. En dat geldt ook voor de Belgische grensstreek. De illegale handel aan zich is één. Daar praten we vaak over Pools vuurwerk en het hele zware vuurwerk. Dat is tevens ook de boosdoener waarom dit allemaal op poten gezet is. Want ja, gek genoeg weten ze in Den Haag absoluut niet waar ze het over hebben. Ik bedoel, die vergelijken dus een knalertje met een groot rotje, zeg maar. Of met een grote illegaal vuurwerk. Ja, dat is niet te vergelijken met elkaar. Verkopen jullie ook karbit trouwens? Nee, wij verkopen geen karbit. We hebben er wel een poosje over nagedacht. Maar ja, ten eerste zijn daar ook al zoveel handeltjes van ontstaan. Op het moment dat dat, om daar tegenaan te gaan als winkelier is, dan moet je er veel eerder bij zijn. Ten tweede zijn wij heel sterk van mening dat als je karbit wil schieten, dan moet je er verstand van hebben.